wel dat we met z'n allen iets hadden van, nou ja, dat duurt een week. En toen gingen mensen stekker eruit. Nou, toen waren we echt in rouw met z'n allen. Mm-hmm. Het is zo'n onwerkelijke tijd geweest. Dat ik deze gast mocht interviewen was voor mij extra bijzonder. Als klein meisje keek ik onwijs naar haar op. En toen ik dit jaar voor het eerst met haar mocht samenwerken, bleek dat ze naast het steengoed ook nog eens een ontzettende fijne collega is. Al jaren is zij leidend op televisie en musicalgebied, waarvoor ze ook verschillende prijzen ontving. Zo ontving zij 6 musical awards, de Gouden Harp en onlangs werd zij officier in de Orde van Oranje Nassau. Vandaag spreek ik met Simone Kleinsma. Hallo, ik ben Simone Kleinsma. Ik ben actrice, zangeres en ik doe van alles in het theater. Simone, waar was jij toen je hoorde dat er een lockdown kwam? Ik was in het theater met Paul samen. Wij waren eerder naar het theater toegegaan. Het was dus donderdag 12 maart. De zondag ervoor hadden we première gehad. Woensdagavond hebben we nog gespeeld. En die donderdag moesten wij eerder in het theater zijn vanwege een fotoshoot. En ik weet nog heel goed dat het meisje wat mij aan het opmaken was. Nou, zij was lekker zo aan het tuten en aan het doen. En ineens, ja, toen kwam de mededeling dat alles per direct zou sluiten. Nou ja, we waren echt werkelijk flabbergasted natuurlijk. Zoiets van, dat kan helemaal niet. We zijn net begonnen. Ja, het was heel onwerkelijk. Heel onwerkelijk. Ja. Hoe heeft de coronacrisis invloed gehad op jouw dagelijks leven? Nou, ik was verslagen. Dat hebben we met z'n allen nog nooit meegemaakt. Dat je binnen moet blijven zitten en dat je hoort hoe erg het is. En dat je bij wijze van spreken de hele dag de televisie aan hebt om dingen te volgen. Terwijl dat we met z'n allen iets hadden van, nou ja, dat duurt een week. En toen werd het 2 weken en toen werd het 1 maand. En toen werd het 2 maanden en toen werd het 3 maanden. En toen ging ineens de stekker eruit. Nou, toen waren we echt in de rouw met z'n allen. Mm-hmm. Het is zo'n onwerkelijke tijd geweest. Mm-hmm. En nog steeds, maar toen helemaal. Mm-hmm. Omdat we natuurlijk net met die voorstelling waren begonnen. En we hadden nog wel via de app hadden we contact met elkaar. Niemand begreep er ene snars van. Dus we waren echt toen uiteindelijk, nou, dat weet je zelf ook, dat... Toen echt die stekker eruit werd getrokken uit Dolly, we hebben potverdorie 13 voorstellingen geloof ik gespeeld en 6 weken gerepeteerd. Zo hard gewerkt met z'n allen. En het was zo mooi. Mm-hmm. En het idee dat dat dan nooit meer gebeurt, ja, dat is iets raars. Het was heel erg. Ja. Natuurlijk zijn er veel ergere dingen. Zeker in die tijd dat mensen overlijden in het ziekenhuis, in het ziekenhuis terechtkwamen op de IC. En, dat is allemaal veel erger, maar voor ons op dat moment, en voor mij ook, was het, ja, het was raar. Mm. Het was heel onwerkelijk, ik vond het verschrikkelijk. En toen kwam je thuis te zitten en toen was je ritme weg. Ja. Is dat ritme nu weer teruggekomen? Nou, het is natuurlijk niet zo teruggekomen als dat we Dolly zouden hebben gedaan, omdat we daar veel meer van zouden spelen. Ik geloof dat we 7 keer in de week zouden spelen, dus... Ja, dan is dat gewoon zo'n molen waar je in zit. We zijn in de gelukkige omstandigheden dat Paul en ik dus nu een noodprogramma konden maken. Gebaseerd op het stoppen van Dolly. En ja, wat ontzettend leuk is. Het is heerlijk om weer in het theater te staan. Maar dat is alleen rondom het weekend, zeg maar. Dus het is eigenlijk heel luxe wat we nu doen. Maar het is niet zo de molen van Dolly, zeg maar. Nee, want hoe heeft de coronacrisis invloed gehad op jouw vakgebieden? Het heeft een enorme grote invloed gehad op alles. Mm-hmm. En zeker op alle producenten natuurlijk ook. Nee, onze eigen producent Medialeen, die zo uit wilde pakken met een eerste productie. Wat ook gelukt is. En dan, ja, dan is het ineens klaar. Dat is een grote sof natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook de kleinere producenten die op omvallen staan. En producties die teruggetrokken werden. En heb je dat dan alleen over theaterproducties of ook over televisieproducties? Ook televisie, dat stond ook stil. Want er stond nou, Kees & Co bijvoorbeeld, dat gaat ook niet meer door. Dat heb ik ook alweer gehoord. Dus dat zijn toch allemaal dingen dat je denkt, hé, wat jammer. Hoe zie jij de toekomst voor je binnen het theater? Nou, voorlopig denk ik dat we hier nog wel eventjes in zitten. Ik denk wel dat het zeker nog een jaar duurt. Als het dan al kan weer, alle festivals en theaters die uitverkocht kunnen zijn en ja, grote evenementen in studio's. Of... Nou, ik zie dat voorlopig nog niet gebeuren hoor. Dus we moeten het echt hebben van, op dit gebied dan, van kleine producties, nou hoogstens 4, 5 mensen misschien.
Zie jij de toekomst desondanks nog wel rooskleurig in binnen de theaters? Dat het over een aantal jaar weer nou, gaat dat mag zijn? Ik wel hopen zeg. Ik ga niet toegeven van dit is het nu. Dit is het nieuwe normaal en zo houden we het. Dat weiger ik. Dat weiger ik te denken. Ik denk dat het over een tijd, zeker misschien over anderhalf jaar, dat het dan hopelijk, dat er misschien een vaccin is gevonden en dat mensen ingeënt kunnen worden hiertegen. Het is natuurlijk een hele rare, onzichtbare vijand die langs is gewaaid en nog steeds. Nou, ik hoop dat dat opgelost is, zodat we allemaal weer heerlijk leuk het leven in kunnen stappen zoals we gewend zijn geweest. De NPO gaat kijken op welke manier de omroep kan bijdragen aan extra steun voor de cultuursector. De actie, gestart door BUMA-awardwinnaar Stefan Emmer, vraagt namens honderden kunstenaars meer aandacht voor de hard getroffen cultuursector. De NPO onderzoekt op welke manier een tijdelijk noodhulpplatform in het leven geroepen kan worden voor cultureel gerelateerde programma's. Denk hierbij aan grote, eenmalige tv-uitzendingen met live optredens, premières en interviews. Vanaf volgende week starten we met de dubbel interviews. Eventjes iets minder corona en iets meer zoetsappigheid en romantiek. Tot volgende week!